Ja! Holy moly! Het is gewoon gebeurd! 25.000 abonnees! Ja! Oh man, dat is best veel, hè? Ik heb het even nagekeken. 25.000 mensen zijn evenveel mensen als in het stadion van Vitesse passen. Daar worden gewoon concerten gegeven, hè? Helemaal gek! Dat zijn evenveel mensen als die in Sliedrecht, Duiven of bijvoorbeeld Kuik wonen. Shoutout naar jullie als jij in Sliedrecht, Duiven of Kuik woont. Nee, serieus. Shoutout naar jullie allemaal, jongen. 25.000 mensen in de Rikkertje Army. Jullie zijn geweldig. Oh man, en we zijn nu al 4 jaar bezig op YouTube. 2000 years later. 4 jaar, het voelt als 1 jaar of zo. De tijd gaat zo snel. En de laatste tijd heb ik naast zitten denken over wat is nou een leuke manier om die 25.000 subs met jullie te vieren. En toen leek het mij best wel leuk om gewoon keihard te gaan cringen op oude video's. We gaan gewoon kijken hoe we bij deze 25.000 abonnees zijn gekomen en hoe slecht die video's van vroeger waren. Jongens, zijn jullie klaar om te cringen? Maar voordat we gaan cringen, als jij nog niet geabonneerd bent, druk op die abonneerknop hier beneden. Is gewoon gratis, kan je gewoon doen. Join the Rikkertje Army. Doe dat duimpje omhoog en dan gaan we nu lekker cringen. Jongens, mijn allereerste video had niet eens wat met Nintendo te maken. Ik schreef op dat moment reviews voor Budget Gaming. Dat is een site die alle prijzen van elk spelletje van alle winkels in Nederland op een rijtje zet, zodat jij kan kijken waar het spelletje het goedkoopst is. En toen mocht er 1 iemand van Budget Gaming op trip naar Londen om Rainbow Six Siege te gaan checken. En jullie zien de datum erbij staan. 24 tot 26 november 2015. Dit waren mijn legendarische eerste momenten op YouTube. Oh man, ik heb niet eens een intro. Oh, de intro is de intro van de game. Alright. Oké, daar gaan we. Goedemorgen allemaal. Ik was er lekker op tijd uit vanochtend. Dat was niet zo heel erg vandaag. Goedemorgen. Budget Gaming vliegt vandaag naar Londen. Oh, lekker ingestudeerd ook. Heel nice. Wel gewoon met een vlog begonnen, hè, op YouTube. Helemaal gek. Yoda! Ja, een stukje Londen erbij. De busjes, de duifjes. Mooi hoor. Zoals je net hebt kunnen zien zijn de introductiefilmpjes van de verschillende operators echt awesome. Nou, in-game ziet het er natuurlijk niet zo gelikt uit, maar qua gameplay is deze game wel echt heel goed. En ja, dat is waar het uiteindelijk in Rainbow Six natuurlijk om draait. Oh, lekkere beat hoor. De volledige review die kan je vinden op budgetgaming.nl. De link staat hieronder in de beschrijving. Vond je dit nou leuk en wil je dit vaker zien? Vergeet dan niet even te abonneren op mijn kanaal. Hartstikke bedankt en ik zie jullie later. Wauw, oké, dit was geniaal. Ik was zo rustig. Maar ja, dit was ook een zakelijke video, hè. Ik schreef voor die website, dus ik moest het een beetje normaal houden. Oké, buiten dat ik rustig was, vind ik het nog wel meevallen. Oké, volgende video. Hier mocht ik voor het allereerst Zelda Breath of the Wild spelen. Open your eyes. Ja, kijk, dit blijft gewoon epic. Dit stukje blijft gewoon episch. Wat een mooie game was dit, hè. Oh. Zo, daar zijn we dan. Ik heb er ongeveer een rit van een uurtje op zitten. We zijn vandaag in Maarsen, want we zijn namelijk uitgenodigd door Nintendo om The Legend of Zelda Breath of the Wild te komen checken. Hé, ik ben niet eens zo heel erg veranderd, vind ik zelf, in mijn manier van praten. Oké, go. Kijk, weer epic shots, jongen. Epische shots. Ja hoor. Ja hoor. Yes, we hebben dus net een presentatie gehad van staan. De Legend. Oh, jongens, interview setting. Ja. Dit is trouwens Jorn. En Jorn heeft mijn naam verzonnen op YouTube. Deze man heeft de naam bedacht van mijn YouTube-kanaal. Ik weet niet eens meer hoe het kwam. Ik was op zoek naar een YouTube-naam. En op een gegeven moment noemde deze man, Jorn, noemde mij Rikkertje. En toen dacht ik van, wow, dit is geniaal. Zo moet ik gaan heten op YouTube. Dus ja, shout-out naar Jurn. Hij heeft mijn YouTube-naam verzonnen. Zo, een videootje van ruim 6 minuten. Lekker bezig, Rick. Wat is dit? Is dit ook Zelda? Oh, hier hebben we het over de Wind Waker. Dat is een van mijn favoriete games van Zelda. Ik stotter wel, jongens. Hoor maar. Dat is een van mijn favoriete games van Zelda. Games van Zelda. Maar in het begin vlogde ik dus best wel veel. Ik speelde geen eens games. Misschien had ik daarom ook bijna geen subs.
Zo, lekker hoofd hieronder. Ja, na die vlogs kwamen eigenlijk de gamer live video's. En hierin liet ik de lifestyle zien van de wereld achter games. Ik heb allemaal verschillende dingen gedaan. Maar de eerste gamer live video was een video waarin ik alle amiibo uitpakte. Oh man, dit hoofd. Wat doe ik? Introotje hoor trouwens. Lekker introotje. Zelf geanimeerd. Hier was ik echt super blij mee. Super trots op. What up YouTube? Mijn naam is Rikachu. Leuk dat jullie kijken naar deze video. Vandaag is namelijk de grote dag dat ik al... Ik was zo rustig op de manier hoe ik praatte. What up YouTube? Leuk dat jullie kijken. Ja, tof man. Tof. Ja, leuk. Ik kan het trouwens nog steeds, dat Jigglypuff liedje. Man. Ja, oké, laten we maar gewoon de video kijken. Alle amiibo uit de verpakking halen. En met alle bedoel ik dus ook alle amiibo die tot 2016 allemaal, zijn uitgekomen. Hè? Dit was ook gewoon nog in mijn oude huis. Die tv heb ik niet meer. Die poef die daar staat heb ik niet meer. Eén van de Smash-serie, Mario. Mario, jongen. Hoppa, Mario, Peach, Yoshi, Donkey Kong, Link, Star Fox, Samus, Wii Fit trainen, Animal Crossing, Gas, Pikachu, alles. Oh, kijk het gaan, jongen. Ja, dit was wel een lekker video. Dit is een first print shock. Heeft me veel te veel geld gekost op Marktplaats. Die shock heeft me dus echt 50 euro gekost, hè. Lekker shirtje trouwens ook, Rick. Ja, dat is een mooi shirtje. Oh, ik weet trouwens nog wel wat voor bende dit gaf. Volgens mij heb ik dat ook opgenomen. Dat was hier ergens, denk ik. En qua doosje ziet het er dan ongeveer zo uit. Oh, ja, shit. Ja, dat was ik bijna nog geen vergeten. Namelijk Mega Janjo's. Yo, ik kan echt niet tegen die manier waarop ik toen praatte, joh. Yo, dan was ik er nog één vergeten. Mega Yarn Yoshi. Volgende week komt er een video online waarin ik mijn game room in zijn geheel aan jullie laat zien. Dus misschien is dat ook wel leuk. Game room vlog hype. Wat ik zelf nog een hele toffe video vond, was deze. Pokémon! What up YouTube, super tof dat jullie weer kijken. Hey. Mijn naam is Rikachu en welkom bij een nieuwe Gamer Live video. Vandaag even geen lijstje met beste games, slechtste games of tofste press kits of whatever. Vandaag gaan we het even anders doen, want Pokémon bestaat 20 jaar. Praat zo raar, waarom praat ik zo raar? Het is wel al iets enthousiaster. Maar het is nog steeds monotoom of zo. Oh ja, ook een lekker kopie dit hoor. Beste screenshot ever. Maar ik heb dus een hologram gemaakt, hè? Dus ik liet helemaal zien hoe ik dat heb gedaan. Rechte lijn omhoog van 3,5 centimeter. Ja, ja, tutorial video's. Vervolgens trek je vanaf het bovenste puntje van deze lijn een lijn van 0,5 centimeter naar links en een lijn van 0,5 centimeter naar rechts. Ik leg het en wel even uit, hè? Ja, dit is een lekker. Om het misschien iets duidelijker te maken, zijn hier de maten en ik zet ze ook hieronder in de beschrijving. Heel goed, Rick. Zet die maatjes maar hieronder in de beschrijving. Anyway, dan kwam dat er ongeveer zo uit te zien. Oké. Epicness! Gewoon met je mobiele telefoon, hè, kan je dit doen. Ja. Dat was de tijd dat ik nog heel creatief was, jongens. Ja, dit is wel vet, hè? Ik vind het wel een van mijn leukere video's, hoor. Gewoon even een Pokémon hologrammetje maken. Oh ja, en hier laat ik zien hoe dat dan werkt, hè. Kijk, dan laat ik ook even zien, jongen. Waar is dat fout gegaan? Oké, maar het moment waarop jullie echt begonnen te kijken, was dit moment. De Pokémon hologram video heeft ondertussen 4,3k views. Maar hier begon het echt. De 3 Pimol kaart. Wat? Wat zeg ik nou? Goed, hij is glimmend. Een glimmende 3 Pimol kaart. Wacht, dat zei ik dat echt? Maar goed, hij is glimmend. Een glimmende 3 Pimol kaart. Ik zei het echt. Oké, maar ik begon dus Pokémon kaarten uit te pakken. Dat vonden jullie zo vet. What up YouTube? Super tof dat jullie weer kijken. Mijn naam is Rikachu. Welkom bij alweer de 10e Gamer Live video. Jongens, ik ben echt intens gelukkig vandaag. Het zijn de kleine dingen. Ja hoor, je ziet het ook aan me, dat ik intens gelukkig ben. Jongens, ik ben intens gelukkig vandaag. Anyway, als we doorgaan, ik ging even Pokémon kaarten uitpakken. De retro tekening, hou ik wel van. En dit is helemaal weer retro. Slowpoke. Dan hebben we Gastly. Waarom praat ik zo? En hier hebben we Gengar. En moet je zien, deze Gengar. Ja, dat is wel een mooi kaartje, Rick. Diglett, a.k.a. Dick. En we hebben hier... Die grapjes ook, Rick, hou op. Doe gewoon niet. Ja, de grappen die zijn nog steeds even slecht, jongens. Maar kijk, volgens mij deden we wel op het begin altijd al deze. Mazzel. Even kijken hoe ik afsluit. In de comments. Subscribe mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Daar help je me heel erg mee. Dankjewel. Ik zie jullie later. Bedankt voor het kijken. Mazzel. Ook de mazzel was wel iets ingetogener. Mazzel.
Oh, ik ben echt zo blij dat ik wat enthousiaster ben geworden op YouTube. Uiteindelijk zie je hier zo in alle playlists dat we 69 video's hebben gemaakt waarin we Pokémon-kaarten uitpakken. Ja, dat is wel een groot deel geweest van de eerste 2, misschien wel 3 jaar van dit kanaal. Iedere zondag Pokémon-kaarten uitpakken. Oh, dat was zo duur. Maar ja, boeide me niet. Ik vond Pokémon-kaarten gewoon vet, dus ja. Oh, mijn eerste playthrough. Pokémon Platinum, jongens. Hier worden we Pokémon-kampioen. Aflevering 35. Wacht, even een stukje kijken. Freaking reclames altijd op dat kanaal. Jongen, jongen, jongen. Skip. Oh man, we worden geërfd door Cynthia, jongens. Oh man. Oh nee. Wow. Nee. Hou op. Wat is dit? What up YouTube, super tof dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Kijk, kijk, mijn naam dit is beter. En vandaag de laatste ik was hier al veel enthousiaster, jongens. Platinum. Tenzij jullie massaal op de blauwe duimpje gaan drukken en reageren dat ik alle legendarische Pokémon nog moet gaan vangen. Hebben jullie niet gedaan. Jongens, jullie hebben niet massaal op het blauwe duimpje gedrukt. Dit was namelijk de laatste aflevering. Oh, jongens. Waar zijn die blauwe duimpjes dan? Oké, maar even kijken hoor. Ik had wel een lekker teampie toen hoor. Kijk even het teampie. Infernape, Golduck, Scyther natuurlijk, Luxray, Giratina en... Hoe heet die ook alweer? Glaceon. Wat ook gewoon tof was, is dat de namen van mijn Pokémon namen waren gecombineerd met namen uit de Rickachu Army. Je ziet hier bijvoorbeeld Golduck, die heet Psystan. Die had ik vernoemd naar Stan. En hier hadden we Toto, die had ik vernoemd naar het hondje van een van mijn kijkers, Thomas. Die heette namelijk Toto. En wie hadden we nog meer? Hier hadden we Stijn. Dat was onze ultieme Giratina. En we hadden hier Buddy. Ja, dit was episch. Kijk, onze eerste keer Pokémon kampioen op YouTube, jongens. In Pokémon Diamond. 25 minuten hebben we gespeeld. Okay. En dit is mijn fantastische team. Ziet er altijd zo tof uit. Ik hou teampie van dit scherm, jongens. Ik vind het heel erg vet. Ja, de eerste playthrough Pokémon Diamond. Memories. Oh man, echt herinneringen. De eerste volledige playthrough die we deden op YouTube. Pokémon Diamond. Wie was er toen al bij? Sowieso waren heel veel van jullie daar al bij. Oké, laten we kijken wat ik nog meer heb gedaan. Oh ja! Pokémon Go. En ik nam zelfs Pokémon Go mee naar Schotland. Ah, dit was what ook up YouTube, vet, super tof dat jullie kijken naar een nieuw video. Kijk, nou, mijn naam is Rickachu. Ik was hier dus op vakantie in Schotland en zelfs daar maakte ik video's voor jullie, hè? Hoe bedoel je dedication? Want ik ben namelijk op vakantie in Schotland. Dat bedoel ik dus, op vakantie in Schotland. Let's go. Wacht even, wat doe ik met mijn armen? Tof dat jullie kijken naar een nieuw video op mijn kanaal. Mijn naam is Rickachu en we gaan vandaag weer Pokémon vangen met Pokémon Go. We doen het niet in Nederland, want ik ben namelijk op vakantie in Schotland. Ze gaan het in Schotland doen. Let's go. Ja hoor. Ja, lekker muziekje wel uitgekozen, Rick. Dit past perfect bij Schotland. Ja, de Pokéhead. Lekker winkeltje ook. Ah, dit waren wel gouden video's hoor. Vlogs. Oh, oh, oh. Wacht even. Wacht. Nee, nee. Oh. Waarom deed ik dit soort dingen in mijn video's? Koppa, als jullie kijken. Dit is niet kindvriendelijk. Dit is niet geschikt voor jonge kinderen. Hier om de hoek zijn echt 3 Pokestops. Hoppa. En iemand heeft net al een lure gegooid hier. Lekker, zo op 2 van die Pokestops. Dit was trouwens echt een hele slechte telefoon. Dit was de iPhone 5C. Die batterij was echt met een half uurtje leeg of zo. Ja, lekker gefilmd dit hoor, Rick. Dit doe je goed. Ja. Dit is echt een super goede plek. En als je ooit in Schotland bent, dan moet je dus op zoek naar dit ding. 1927. Oh, ja. Dat is één van de 3 Pokestops die hier in de buurt staat. En die staat hier dus boven. Maar waarom moet je precies naar die plek in Schotland? Waarom is die plek zo goed? Wat ja hoor. We gaan hem vangen. Oh, nou ja. Het moment dat je blij bent met de hypno. Oh, die was super scheef. En het moment dat je nog geen pokeballs kan gooien. Ik had nog niet geleerd dat je zo curve pokeballs kon gooien. Volgens mij moet ik alleen dit doen, toch? Ja, oké. Nee, dit is de beschaving. Dan gaan we niet kijken, jongens. We gaan even kijken wat voor video's ik nog meer heb gemaakt. Oh ja. Natuurlijk heb ik hier ook video's over gemaakt. Dit was mijn allereerste meeting, jongens. Oh my god! Stelletje bazen. Ja, we zochten dus een Porygon. Zo, maar ik maakte wel een lekkere vlogjes, man. De weg daar naartoe filmen en zo. Kijk, Elise was er ook gezellig bij. Zo, ze had lang haar daar nog. Oké, we zijn er. Yay! Daar zijn de trappen. We zijn wel een beetje vroeg, dus ik weet niet of er al iemand is. En mijn beste maat Herman was er ook bij. Zou leuk zijn? Wij zijn er. Dit was trouwens wel echt een dingetje. Ik vroeg me echt af of mensen daar naartoe zouden komen. Want ik had op dat moment 2.500 abonnees. Dat was helemaal niet zoveel. Oh, dat is 10 keer zo weinig dan op dit moment. Maar gelukkig, er kwamen mensen. Ja, dit was zo tof. Jullie hadden allemaal tekeningen voor mij meegenomen. En leuke dingetjes. Kijk, nog meer tekeningen. Jongens, als jullie nu nog steeds kijken, laat het even weten in de reacties. Als jij bij de allereerste Rickachu meeting was, laat het weten in de reacties. Ja.
Ja. Oh ja. Oh ja, dit was wel een ding. Die jongen die hieronder zit met dat grijze shirt waar High Five op staat. Zijn Pokémon kaarten waren dus gestolen. En toen heb ik dus op YouTube een oproep gedaan om te kijken of mensen Pokémon-kaarten naar mij op wilden sturen. En dat ik die Pokémon-kaarten dan naar hem ging brengen. Natuurlijk deed ik er zelf ook allemaal Pokémon-kaarten bij, zodat hij een hele mooie verzameling had. En dat is gelukt. En dat is gewoon nog steeds de best bekeken video op dit kanaal. De video die ik maakte over dat ik Pokémon-kaarten ging geven aan Yoma. En dat is deze video. Geen idee trouwens waarom ik FIFA hier op de achtergrond heb staan, jongens. We hebben hier 1 envelop, 2 enveloppen, 3 enveloppen. Dit was zo een hele vet. Grote jullie hadden echt allemaal dingen opgestuurd. En dan hebben we hier nog deze grote echt doos. En zo die is nice. Ook voor Yoma. Super awesome. Ja, er was zelfs iemand die had een hele map gegeven. Dat was ook... Ja, ik vind het zo tof. Weet je wat het is? Ik ervaarde dat op dat moment echt als de kracht van YouTube. Dat we gewoon met z'n allen, doordat we met z'n allen één community zijn, dat we dit soort dingen kunnen doen. Dat was echt zo leuk om al die Pokémon kaarten te gaan brengen bij Yoma's. Ja, en dan krijg je deze reactie. Wil je nog wat zeggen tegen de kijkers thuis? Heel erg bedankt voor al jullie moeite van de kaarten opsturen en... Hartstikke bedankt. Namens Yoma's. Namens mij. Ja, dit was echt goud. Dit was echt super vet om te doen. Ja, en de volgende game die we hebben uitgespeeld was Pokémon Sun. Daar hadden we zoveel afleveringen van. We hadden maar liefst 41 afleveringen. Kampioen, oh ja, dit zijn zag er wel mooi uit. Pokémon kampioen? Alleen, kijk even naar dit beeld. Ik had geen capture card voor mijn Nintendo 3DS. Dus ik heb letterlijk mijn beeldscherm gefilmd met een vlogcamera, omdat ik dat dus niet rechtstreeks kon opnemen via mijn computer. Ik heb dat gewoon met een camera gedaan. Ik heb er allemaal filters overheen gegooid, zodat het toch nog een beetje kijkbaar was. Maar kijk even. Ik heb even nu dus al 3 Ultra Balls gewoon verspild aan deze tafel. Wauw. Je ziet echt gewoon die dingetjes. Raak, dat wil ik sowieso niet. Opgenomen. Dat wil ik sowieso niet. Ah ja, en we konden Tapu Koko blijkbaar ook niet vangen. Nice. Ja, en toen was daar het moment dat de Nintendo Switch uitkwam. En we begonnen met The Legend of Zelda Breath of the Wild. Als je dit ziet, dan moet je toch gewoon van The Legend of Zelda gaan houden. We gaan dan ons avontuur beginnen. The Legend of Zelda Breath of the Wild. En het ziet er geweldig uit. Ik heb er zin in. Dit was echt fantastisch. Wat hou ik nog steeds van die game. What up YouTube, super tof dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Rikachu. Oké. Hier begon ik mijn video al lekker energiek. Dit was wel een beetje next level Rikachu volgens mij. Het moment dat de Nintendo Switch kwam. Het enige wat ik niet heb in al die video's is een baard. Even een stukje doorspoelen. We gaan gewoon beginnen aan ons epische avontuur in The Legend of Zelda Breath of the Wild. Het was voor mij ook echt een episch avontuur. Ik vond het zo vet om dit met jullie te doen. Dan moet je wel even beseffen dat ik voor één video meestal zo'n 1,5 tot 2 uur aan het opnemen was. Vervolgens knipte en plakte ik dit in elkaar tot video's van 20 tot 30 minuten maximaal. Ik was hier zoveel tijd aan kwijt, maar het was zo vet om The Legend of Zelda Breath of the Wild samen met jullie te beleven. Mijn eerste Switch game. En nog steeds mijn favoriete Nintendo Switch game. Een mannetje. Kijk. En we lopen in de vergeten hoogvlakte. Dit kunnen we pakken. Ja jongens, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wat is eigenlijk jullie favoriete serie die we hebben gedaan op dit kanaal? Is het Pokémon Diamond? Of was dat inderdaad Zelda? Of is dat Pokémon Sword? Ik ben wel benieuwd wat jullie favoriete Rikachu serie is geweest. Oh ja! Dit vond ik ook zo vet om met jullie te doen. Ik heb natuurlijk in het huis waar ik nu woon zelf deze gamekamer gebouwd. En dat heb ik ook helemaal gevlogd. Oh, wow. Dit was echt vet. Ja hoor. Yes! Pikachu geel! Ja hoor, nice. Ja, ik vond dit ook vet. Dit is voor mij heel leuk om na te kijken, man. Dit ging dus van een lelijke zolderkamer naar een gamekamer. Officieel de tijd gekomen dat alle potten ver kijk, weg mogen. Ze mogen kijk, naar de schuur. Ik hoef niet enthousiasme. Te ver. Kijk, hier was ik al echt de Rikachu van nu. Gewoon lekker enthousiast. Gewoon, wah, yeah, bam, nieuwe kamer maken. Ja, en dan vond ik dit eigenlijk nog de vetste video. De video waarin ik mijn amiibo muur heb gemaakt. Oeh, kijk. Rick met de boormachine, jongens. Vervolgens pakken we de beugel en schroeven we die in de muur. En hier is die. De amiibo muur die jullie ook achter mij vaak nog zien in mijn video's. En dit zijn ze dan. What? Alle amiibo die tot nu toe zijn uitgekomen in zowel Europa als Japan. Echt super nice. Ik blijf die Animal Crossing amiibo echt heel erg leuk vinden. Cool man. Ja, die verhuisvlogs zijn voor mijzelf wel echt heel leuk om nog te checken. Oké, moet je zien. We zijn nu hier
En we hebben dit nog allemaal gedaan. Oh. Oké, zal ik nog even wat epische Fortnite skills laten zien? Ik weet dat jullie van Fortnite houden. Niet liegen. Je vindt Fortnite nog steeds leuk. Dit is allemaal trouwens gedaan met een voice-over. Ik zit niet live te praten. Helemaal erbij. Ik zie hem niet. Hij komt nog een keer pieken. Piek, piek, piek. En hij springt weg. En dan doet hij het stomste dat hij kan doen. Hij komt naar beneden. En nu hebben we bijna een gelijke battle. Ik raak hem. Ik mis alles. Niet. Hij blijft bouwen, want hij heeft building materials nog. Dat doet hij prima, dat doet hij goed. Ik probeer de trappetjes in ieder geval onder hem weg te schieten, zodat hij niet bij mij kan komen. Hij kan alleen maar ter verdediging bouwen op dit moment en niet ter aanval. Goed. Ik laat hem denken dat ik blijf waar ik ben, maar ik loop achter hem langs. Ik pak wat ammo op, supergoed. Hij gaat bouwen, hij weet op dit moment volgens mij niet waar ik ben. Hij weet het door. Niet. Hij weet nu niet. Gaat hij het doorkrijgen, want hij bouwt hier dus naar boven. En hij bouw maar. Springt hier bouw zo maar. Bijna naast me, want hij weet waar ik ben, omdat ik schiet. Ik probeer het onder hem weg te schieten. Hij schiet twee shots, eentje raakt, eentje mist. Ik schiet, in zijn hoofd en bam. Hoppa. Hoppa. Lekker. En ja jongens, we hebben ook een paar Fortnite video's geüpload op YouTube. Ja, ook ik heb Fortnite gespeeld de afgelopen jaren. Sorry. En wat ik ook nog heb gedaan, is Minecraft. Alhoewel Minecraft, het is meer Noobcraft. Luister maar even. Cool jongen, wat heb ik nodig om een wapen te maken dan? Hoe moet ik dat überhaupt weten? Wie helpt mij? Oh, trouwens, ik zet even mijn cam uit. Dan kan je deze epische baard even checken. Komt-ie hoor. Oh. Help mij, hoe moet ik een zwaard of een check of een deze stok, baard. Een, weet ik veel wat. Een knuppel. Hoe moet ik dat maken? Ik loop hier een beetje rond. In een te stille stad. Oh ja, altijd liedjes zingen. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad. Maar de mensen, ze slapen. De wereld is stil. En dan denk ik aan Minecraft. Of weet ik veel. Ja, Minecraft, mooi toch? In Noobcraft moet ik ook altijd op een of andere manier allemaal liedjes zingen. En ik lees wel vaak dat jullie Noobcraft terug willen. Dus als je Noobcraft terug wil, doe even een blauw duimpje omhoog en laat het weten in de reacties. Oh man, ik wilde eigenlijk alle playlists die ik heb gedaan behandelen. Maar ik ben nu al ruim een uur aan het opnemen en ik ben nog niet eens op de helft, denk ik. Maar wat ook keihard is gegaan, is Super Mario Maker 2. Ik heb natuurlijk superveel leveltjes van jullie gespeeld en ik heb ook wel zitten struggelen met leveltjes. Yes, oké. Okay. Even kijken. Het lukt wel. Het is niet super moeilijk. Ging dit goed, of... Ik moet dus alleen... Kijk, oh my god. Als ik nu nog één keer niet verder kom, dan ga ik even ander level spelen. Oh, ik was echt gefrustreerd, jongens. Oké, dit is mijn eigen fout. Dit is mijn eigen fout. Deze tel ik niet mee. Deze tel ik niet mee, jongens. Rip. Oh, dit waren ook mooie tijden. Mario Maker levels van jullie spelen. Oh, sommige waren zo moeilijk. Lukt deze me eigenlijk? Het probleem is hier dus dat je hoog moet bouncen om het volgende platform te halen. Oh. En daar zit gewoon zo'n irritante lakkie toe. Sorry man, dit duurt gewoon te lang. Ik ga door naar de volgende. Ik heb dit level ook gewoon echt niet gehaald. Prachtig. Ja, en dan hebben we nu natuurlijk Pokémon Sword and Shield gedaan. En ook dat was echt super dope. Pokémon is toch wel echt het ding waarvoor jullie met name naar dit kanaal komen, denk ik. Of niet? Kom je voor andere dingen naar dit kanaal? Dat kan ook. Laat het ook gewoon even weten in de reacties. En dan zijn we gewoon aan het einde van deze cringy video gekomen. We hebben er 25.000 abonnees aangetikt. Ik wil jullie allemaal onwijs daarvoor bedanken voor het abonneren. Rickachu Army, jullie zijn fantastisch. En dan wil ik ook even snel een shout-outje doen naar Nintendo Nederland, want jullie supporten dit kanaal ook super erg. Heel erg bedankt daarvoor. En als laatste, het klinkt misschien super cliché, maar ik wil Elise ook bedanken, want Elise, die zien jullie niet zo heel vaak in video's, maar die is altijd wel heel goed aan het zorgen dat het huishouden allemaal draait en dat het leven allemaal doorgaat. En die support me ook gewoon super erg. Dus ook een dikke, vette shout-out naar jou, Elise. Love you. Maar nogmaals, de grootste shout-out gaat naar jullie allemaal, Rickachu Army. Als je nog niet geabonneerd bent, druk op die abonneerknop hieronder, is gewoon gratis. En ik doe nog steeds heel vaak dit volgens mij. Ja, sorry, zo ben ik nou eenmaal. Dat vinden jullie blijkbaar leuk. Doe blauwe duimpjes omhoog. En als je me live wil zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickachu en dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!